Breda Nu. Je weet het meteen. Ook het Breda's Museum staat in het teken van Vincent van Gogh met de expositie In de Kringen van Vincent. Wethouder De Bie onthult de laatste twee schilderijen van de tentoonstelling. Deze week zijn twee prachtige werken uit het Dordts Museum deze kant op gekomen. En die gaan deze tentoonstelling completeren, zoals dat zo mooi heet. En ik mag het schilderij van schilder Gabriel onthullen. En dat ga ik doen door het doek ervan af te trekken. Zodat hij echt onderdeel van de tentoonstelling uit gaat maken. Ja, ga. Prachtig. Gaan we ook nog een bordje plaatsen. Helemaal compleet. Jager in een wonderlandschap van Paul Jozef Constantin Gabriel. Uit 1868. Andere zaal. Ja, de mouw hangt in de andere zaal. Zullen we er gewoon even naartoe lopen? Ja, kunnen we daar even wachten. Ja, even. Dezelfde periode, 1874. Dat lichte, ook erg mooi. De schilderijen Duinlandschap met schapen en Jager in een polderschap zijn net onthuld. Wat is uw mening over de schilderijen? Ik vind het erg mooie schilderijen, echt typische Hollandse meesterwerken zoals ik dat dan weer noem. Waarin gewoon een prachtig beeld gegeven wordt van hoe Nederland er in 1850 ongeveer uitzag. En ook deze omgeving, dus prachtig. Wat vindt u van de expositie? Ik vind het erg mooi dat er ook in Breda een tentoonstelling is in het kader van Vincent van Gogh, het Vincent van Goghjaar. Breda is een belangrijke stad. We hebben hier veel van Goghs familieleden gehad. En deze tentoonstelling die echt laat zien wat de kunstwerken van oom Cent waren en hoe belangrijk die waren in het leven van Vincent van Gogh als het gaat over zijn inspiratie, past wat mij betreft gewoon prima in het Breda's Museum. Dus helemaal fijn dat hij hier is. Hoe ziet u de toekomst van het Breda's Museum? Ja, we hebben daar natuurlijk politiek gezien de afgelopen zomer en ook in het verleden al veel over gepraat. In Breda hebben we twee musea die ieder een eigen koers hebben. Maar we zien ook allerlei ontwikkelingen in het land van wat musea moeten zijn en wat ze, ja, hoe een verbinding moet zijn met de samenleving. Wij denken dat het goed is dat we in Breda één stedelijk museum gaan krijgen waar echt de kwaliteiten van Breda's museum, maar ook van Moti aan elkaar verbonden gaan worden. Maar waar ook ruimte is voor vernieuwing. Dus wat ons betreft gewoon één stedelijk museum wat 1 januari 2017 open gaat. Breda Nu. Je weet het meteen.